Cocu. Olsen. Of dat verstandig is op dit veld zo uitverdedigen, dat is de vraag. Hier komt het antwoord van Kone. Het is 1-0 voor PSV. Na iets meer dan 5 minuten voetbal. De inleiding een glijpartijtje bij Olsen. Die wordt afgetroefd door Kone. En Kone ziet zijn schot nog van richting veranderd worden en er dan invliegen. De Zeeuw legt het af tegen Kone. Kone moet nu worden weggestuurd. Geen buitenspel. Dan moet Kone PSV op 2-0 zetten. Kone is er langs. En Kone scoort. Wat een start voor de bezoekers uit Eindhoven. Kone profiteert omdat de Zeeuw balverlies leidt. En met zo weinig verdedigers op zo'n plek balverlies leiden is dodelijk tegen PSV. Haruna Kone met de hele vroege 2-0 voorsprong voor de Eindhovense ploeg. Kluivert, sterk met Karkbo in de buurt. Kluivert, meegeven aan Kone, precies op maat. Haruna Kone, 2-0. En de tweede assist voor Kluivert. Deze bal is precies op maat gegeven. Kone sneller en doeltreffend. Al kun je dit misschien de doelman kwalijk nemen. Want zo hard is het schot niet in de korte hoek. Hoe dan ook. Kluivert is in vorm en Kone maakt 2-0. Cocu. Dan gaan we weer. Die verlengt op Kone. Die raakt los van Hansson. Kan het zelf doen en scoort zijn derde van de middag. En langzaam maar zeker valt Heerenveen uit elkaar. PSV lijkt een kwestie van tijd. Misschien komt hij er nu. Haruna Kone met Van Dijk en dan rondt hij dat keurig af. Ja, hij heeft zelfvertrouwen gekregen door zijn 3 goals in de laatste 2 competitiewedstrijden. Nu maakt hij zijn 4e van het seizoen. Rustig oog en oog met Van Dijk. En hij schiet PSV naar 2-0. Faye 1-2 met Cocu gaat eraan vooraf. Kamp. Daar hangt Kone en het is 1-0. Het is de klasse van PSV dat het een half uur lang min of meer tegen zichzelf voetbalt. Maar uit de eerste, de beste kans die het krijgt, is het gewoon toch weer raak. Salcido, ruimte voor Kone. Kone haalt uit het schot. Oh, prachtige goal! Haruna Kone brengt PSV dan eindelijk op voorsprong. Kone staat helemaal vrij op de punt van het 16 meter gebied. En krult de bal prachtig langs de kansloze Sander Duinlam in de goal. Cocu, die heeft ook overzicht. Die stuurt Kone weg. Kone met 2 Heerenveen verdedigers voor zijn neus. Die gaan alle kanten op. En Kone scoort verschrikkelijk mooi. Het staat 2-1 voor PSV. En we schrijven de 11e minuut van de tweede helft. Het is zijn tweede voor PSV op deze middag. Weer staat Cocu aan de basis. Daar gaat Kone en let vooral op Breuer en Hansson. Kone. Ja, nu er voorbij. Haruna Kone. Ook Mondragon weg. En raak! Soms denk je, wat doe je nou? Maar daarna is het weer galoos. Zoals nu. Hij wil het zelf doen en hij doet het ook zelf. Ondanks dat er nog 2 man daar hinderlijk staan. Hij rolt het fantastisch af. Kone, wat een ruimte. Weer vrijgelaten op Olsen. Oh, Kone, oh, oh, precies een minuut heeft Heerenveen mogen genieten van die gelijke stoot. En dan is PSV alweer op voorsprong gekomen. En wat een heerlijk doelpunt is dit.
van Aruna Koning.